Nederland heeft een rijk museumlandschap. In iedere provincie, streek, stad en dorp vertellen musea de meest fascinerende verhalen, dompelen zij ons onder in lokale cultuur of presenteren zij het werk van bijzondere kunstenaars. Zo ook in Drenthe, waar we in deze video doorheen reizen. Langs onder meer veen, valse kunst en gevangeniscellen. Kunsthuis Secretarie in de Hoofdstraat in Meppel was vroeger het gemeentehuis van Meppel. We laten daar al bijna 25 jaar moderne of hedendaagse actuele kunst zien van regionale, provinciale kunstenaars, in ieder geval kunstenaars uit het noorden. Binnenkort, dan is het echt 25 jaar en dan wordt het Kunsthuis Secretarie, wordt Stedelijk Museum Meppel. De kunstwerken van Stien Ilsing die gaan deel uitmaken van onze vaste collectie. En deze vaste collectie die gaat aangevuld worden van tijd tot tijd met wisseltentoonstellingen met verschillende thema's van hedendaagse actuele kunst. En natuurlijk ook met tentoonstellingen over Meppeler schilders. We staan hier voor het oude gemeentehuis in Vledder, waar het Museum Valse Kunst is gehuisvest. Wij vertellen de bezoeker hoe een vervalser te werk gaat en we laten ook werkstukken van de vervalsers zien, met daarnaast een afbeelding van het origineel. Daarnaast hebben we een unieke glaskunstverzameling en tonen we Drentse kunst van bekende Drentse schilders. In ons museum tonen we drie van Nederlands meest bekende vervalsers. Met name Robert Driessen, die bekend is van het vervalsen van Giacometti, Geert-Jan Jansen, bekend van het vervalsen van vele grote meesters, zoals Karel Appel en Picasso. En Han Vermegeren, die bekend staat om het vervalsen van Vermeer. Hey, zal ik jou vandaag het gevangenismuseum laten zien? Vind ik leuk. Wat gaan we doen? Nou, we gaan kijken hoe er vroeger gestraft werd, hè? Hoe misdadigers vroeger werden gestraft. En we gaan kijken hoe dat tegenwoordig gaat. Hoe je nou in de gevangenis komt, dat gaan we allemaal bekijken. Dus als we in het museum door zijn, dan weet je alles van straffen en van gevangenissen. Het Veenpark in Drenthe, vlakbij Emmen, vertelt het verhaal van het wonen, werken en leven in het veen van een 100 tot 150 jaar geleden. Nog een hele jonge geschiedenis, maar heel erg interessant om te beleven. Je kunt bij ons de veenput bezoeken, de turfafgraving, daar waar we nog elke dag laten zien hoe dat zware werk met de hand werd gedaan. Er zijn twee dorpen, het Olle Kompas met zijn plaggenhutten en het Bargemond, een veenkoloniaal dorp van 1920 tot ongeveer 1960. Met al zijn bedrijvigheid, zijn gebouwtjes, waaronder een kerk, een school en een bakkerij waar je elke dag even binnen kunt lopen. Het is heel veel, het is heel groot en het is natuurlijk heerlijk om dat allemaal te voet te doen en te wandelen. Maar wilt u dat nou niet, dan kunt u gebruik maken van al ons intern vervoer. Twee smalspoortreinen, een prachtige boot om heen en weer te varen. Het is echt een dagje genieten. Kom naar het Veenpark. Wij hopen dat u heeft genoten van deze video. Ga naar museumtv.nl om ook de volledige films over deze of honderden andere Nederlands musea gratis vanuit uw luie stoel te bekijken. En abonneert u zich op dit kanaal en onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze nieuwste content. Dank voor het kijken.